Welkom met Jonsterdam. Ik ben Ilias. Ik ben Ronnie. Ik ben Nisam. En ik ben Mike. Vandaag gaan we mensen interviewen over verslaving, over hun telefoon en social media. Waku! Vind jij dat mensen verslaafd zijn aan hun telefoon en social media? Ik vind dat best wel veel mensen verslaafd aan zijn. En dat vind ik vooral vervelend als je bijvoorbeeld met mensen wat gaat drinken of zo, of gaat eten, dat ze het op hun telefoon zitten. Dat vind ik heel goed. Dan zijn ze tenminste niet zo snel verslaafd aan iets anders. Sommigen wel. Ik ben niet verslaafd aan de telefoon. Maar ik heb ook geen smartphone. Wat ik van vind? Niet zoveel, behalve als het zeg maar echt in de weg staat en je ziet mensen zo aan een tafeltje zitten met alleen maar met hun telefoon kijken, dan ziet het er best suf uit. Vindt u dat u zelf verslaafd aan een telefoon? Nee, absoluut niet. Ja, nou ja, verslaafd. Ik weet het. Ik kan in ieder geval niet zonder, dus dan denk ik wel dat ik verslaafd ben. Ja. Yeah. Nee, ik ben niet verslaafd aan de telefoon. Nou, ik ben natuurlijk zelf helemaal niet verslaafd. Welke apps gebruikt u het meest dan? WhatsApp, Facebook, Instagram. En ik heb Facebook en LinkedIn. Wat kan je eraan doen om verslaving van je telefoon te stoppen, denkt u? Wat kan je doen met de telefoon stoppen, bedoel je? Ja. Niet gebruiken al en dat nodig is. Nou, gewoon je telefoon niet meer meenemen naar dingen, denk ik. Ik denk dat ouders misschien op hun kinderen wat strenger moeten zijn en ook voor zichzelf. Telefoon opsluiten of aan je moeder geven of aan je broer of aan je tante. Hoeveel uur bent u per dag met je telefoon bezig? Ik denk iets van 1 tot 2 uur. Een half uurtje denk ik. Denk een uurtje, misschien anderhalf. Denk een uur, nee, minstens. Waku!